De politieke partij Hervormings- en Vernieuwingsbeweging HVB heeft deze Internationale Moederdag niet zomaar voorbij laten gaan. De organisatie heeft ervoor gekozen om een aantal moeders in het zonnetje te zetten. Moeders zijn net als een fundament van een huis. En heeft een fundament nodig om te starten. En vandaag willen ze hier ook op Sauna. En eigenlijk in heel Paramaribo zijn we vandaag bezig de hele dag door. In de wijken van Paramaribo. De boodschap van liefde, de boodschap van hoop. Hoop ook voor vrouwen, HV. En de vrouwen die zijn het fundament van die samenleving. Want die is zorgen ook door Gideb King. En eigenlijk is het gendergelijkheid, want de pa ook te moet zorgen gaan staan. Die zei van deze plaats roep ik alle vaders op die het vaak laten afweten, of de weinigen die het laten afweten. Goed dat is zo, dat ze de ondersteuning geven, want asana wan balans, alle te moest doen staan. En een extra power aan de moeders die dus alleen staan. Zabi, meesref ik moet uitwangen, alleenstaande ouder. En ik weet hoe moeilijk het is. Vandaag dus in het licht van deze ouders, deze moeders die er alleen voor staan, de jonge Surinamers die hier zitten, allemaal op te voeden, te voeden en in die samenleving de plaats te geven die ze behoren en die ze moeten hebben. Ik dacht vandaag en we waarderen de hele samenleving waarderen wat die moeders doen, want je bent die basis voor die samenleving. Helemaal. En degene die naast je gaan staan en samen die kinderen opvoeden. Zo, zo. Alsjeblieft. Ja, maak een mooie dag. Gefeliciteerd met jou. En voor wie er vandaag? Ja. De partij gaat de hele dag door om zoveel als mogelijk moeders tegemoet te komen. Het beginpunt was Noord en het eindpunt is Abra Broki, waar Mike Noor Salim is opgegroeid en grootgebracht.